Hoi, hoi. Hier zijn we dan voor het, als goed is, de laatste deel van de workshop Precious Memories, deel 4. En ja, ik vind het heel leuk, die reacties, dat wil ik toch even zeggen, die reacties die ik krijg op dit album. Ik krijg daar ontzettend veel energie van. En bedankt voor al die positieve reacties. Oké, we gaan verder. We pakken weer even het voorbeeldboek. Een pocket, een simpele pocket en een flap hier. Wat je kunt doen hier met deze flap is, een, zit ik te bedenken, als we hier nou nee, dat doen we niet. Ik zat te denken van, als je wil kun je hier een lintje aanmaken voor het openen. Maar het is niet echt noodzakelijk, want dit is niet zo breed dat dat kapot kan gaan met het openmaken. Dus oké, nee. Laten we gewoon doen. Dan doen we al gek genoeg. Oké, als eerste hebben we nodig een strook van 8 centimeter. Die pocket die komt hieronder. En dan gaan we hier een, aan de ene kant gaan we een flap maken. Op 1 centimeter. Oké, dit is die flap. Die leggen we hier aan. En kijken tot hoe ver die loopt. En daar we zetten 1 mm voor, de, voor het einde een streepje waar de volgende rilrand moet komen. En daarna snij je hem af op 1 cm. Oké. Okay. De pocket. Pockets maken is ideaal voor als je allemaal kleine stukjes papier hebt. En vooral als je 30,5 bij 30,5 werkt, hou je heel veel restjes over. En ja, door pockets te maken, zeg maar, dan heb je niet een heel blad nodig voor een pagina. Dan kun je in stukken werken. Ja, of je moet gaan patchworken. Dat is niet echt mijn ding, maar... soms kom je er niet onderuit om te patchworken, dus om zeg maar dingen aan papier zeg maar aan elkaar te plakken. En maar als je dat doet, van, zorg dan ervoor dat je elke keer tussen de verschillende papiertjes een klein stukje ruimte overhoudt of openhoudt, als zijnde ja, dat het dan ja, dan heb je een basiskleur ertussen. Dus niet zo alles tegen elkaar aanplakken, maar een kleine ruimte, iets van 1 of 2 mm ertussen, tussen de verschillende papiertjes. Oké, dit gaan we insmeren met tape. Nou, dit stuk was 8 centimeter, maar dat komt ook in het boodschappenlijstje te staan. Oh. Niet vergeten, de pocket moet natuurlijk dicht aan de onderkant. En daar wat lijm. Oké. Dat is dit. Nou had ik ook een pocket hier. Ik heb ongeveer een maat van 16 bij 11 centimeter en een ril op 1 centimeter aan deze kant. Het mag een groter stuk zijn, als die maar niet tegen deze pocket aankomt. En voor de rest is het helemaal aan jou om zeg maar een maat, ik geef maar een maat op. Dus hier komt ook dubbelzijdig tape op. Je kunt ook hier de hoeken afronden als je wil. Dat is helemaal aan jezelf.
dat jullie het kunnen zien. Nou, ik plak hem gewoon willekeurig op een plek. Door die lijm kun je nog een klein beetje schuiven. Maar ook niet te veel. En plakken is plakken. Oké, dan hoeven we in principe het alleen maar te designen. Maar de magneetjes. Ik wil deze flap wil ik met magneetjes vastmaken, want zoals jullie weten vind ik dat het allemaal zo bungelt, dat vind ik maar niks. De magneetjes zet ik vast. Knip een klein stukje af. Doe dat op het magneetje. Hier zijn verschillende manieren van werken voor. Voor het plaatsen van de magneetjes. Maar het is allemaal met dubbelzijdige tape. Dus de magneetjes niet met lijm opplakken. Want dan krijg je er een laag tussen. En dat werkt... niet als het, het werkt dus eigenlijk als dat je een stuk karton ertussen doet. Dus de werking van zo'n magneetje wordt steeds minder. Dus vandaar dat, denk ik hoor, de dubbelzijdige tape die iedereen, die de meeste boekmakers gebruiken, of de albummakers. Oké, dat is dat. Nou, ga ik eerst even dit doen. Deze had ik bedacht voor hier. Nou, ik zie dat die iets te groot is. En dan is de vraag aan welke kant haal ik wat af. Ik denk dat ik hier even een stukje afhaal. Hou ik aan alle kanten een stukje over. Smoetsen hoort erbij. Nou, ik ben uiteraard benieuwd naar jullie creaties straks. En ik hoop dat jullie die ook willen posten op de groep, op de Vreubelgarage groep. Dat geeft mij ook weer inspiratie om dingen te verzinnen of uit te zoeken. En zo heb ik heel veel dingen zijn natuurlijk al uitgevonden. Album maken is al uitgevonden en... door filmpjes te kijken, of veel filmpjes te kijken, op ieder momentje dat ik even stil zit, dan ga ik een filmpje kijken. Is het zo dat je daardoor zeg maar wel inspiratie opdoet? Weet je, en ik heb het idee dat alles al ontdekt is hoor. En dat merk ik natuurlijk met de mensen die... Ik ga veel met in de vreubelgarage met mensen om die zeg maar die vreubelen. En dan heb je zoiets van deze kaart is hartstikke leuk en is nieuw. En dan zeggen ze van ja, 10 jaar geleden stond het er ook al op. Of toen heb ik hem ook al een keer gemaakt. Dus het is allemaal heel erg betrekkelijk. Oké, die had ik hier bedacht. Ik kijk of je de impuls is ook wel handig als je voordat je hem oplakt, voordat je hem smoetst. Oké. Nou, ik denk dat dit lukt wel. Daarna gaan we dit met designpapier doen. Dat
zijn bij mij deze twee stukjes. Ik heb dat groene, wat ik dan zeg maar als extra erbij heb, kleur, die doe ik aan de binnenkant om zeg maar designpapier te besparen. En dan zie ik jullie daarna zo weer terug. Oké, dat heb ik snel gedaan, hè? De flap. En een pocket. Oké, we gaan al weer naar pagina 10. Pagina 10 moeten we weer gaan verlengen. En dan gaan we naar rechts toe. Toch? Ja, we gaan dan naar rechts. Dus we lijnen hem hier uit. Ik weet ook niet waarom je het idee hebt dat hij... Een ril op 1 centimeter en op 1,5 centimeter. Centimeter en 1,5 centimeter. Dan vouwen we deze dubbel. Dan doe ik nog een vouwbeen. Af en toe kan ik wel op het woord komen en af en toe weer niet. Dan zit ik te denken boonbot. Vast een stukje dubbelzijdig tape op. Dan ga ik meten. Ik ga meten met de twee lijnen naar binnen toe. Dus op die manier. Want dat stukje dat komt omhoog staan zoals jullie weten. En dan, dan gaat die sowieso, dus die moet ik niet meetellen. Oké, ik stop hier 1 millimeter ervoor. Oké, en ik snijd het. Dus je ziet, zo'n album is op deze manier opbouwen. Wordt vaak gedaan. En dan zeg maar de kaft als laatste. Omdat je dan weet hoe breed dit stuk gaat worden. Dus, want die kan je zo breed maken als je wil natuurlijk. Maar omdat ik ik had al uitgerekend hoeveel ruimte ik over had. En dan ook rekening houdende met foto's die je erin gaat plakken. Kwam ik uit op dat formaat... zijkant of ruggen. Oké. Voor mij is er in ieder geval vandaag en morgen veel vreubeltijd, want Max Verstappen is op televisie en dan kijk, zitten de mannen toch voor de buis. Lijn dit goed uit aan de zijkanten. Niet zo mooi als het uitsteekt. En als hij niet goed zit, dan kan je hem losmaken. Kijk, je hebt zoveel profijt ervan als dat je het inlijmt. Dat geeft je gewoon de ruimte om eventueel het los te maken als het niet goed zit. Ja, ik heb dat gewoon nodig. Oké. Wat gaan we doen? De waterval overdwars. Gaat zo. Gaat zo. Gaat zo. Gaat zo. Gaat zo. We beginnen met met het basispapier. En die had ik hier ook al klaar liggen. Ja, als je moet wachten tot de filmpjes gedownload worden op YouTube, dan kun je ondertussen het hele boek al, of het hele album al geknipt hebben. Nou, oké. Nou is het de keuze of ik neem deze kant of die kant.
denk dat ik deze kant neem. Die heb ik nog niet gehad. En dan komt die waterval, die komt hier toch overheen. Dus ik kan wel heel druk papier nemen, maar daar zie je me niks van. Oké, je moet hem een klein beetje bijsnijden, zie ik. Dus je moet hem even goed op formaat maken, want we gaan op dit papier gaan we verder werken. Dus dat hij goed past. Dus na de tweede rillijn aan, die kant, aan de linkerkant en rechts een randje over. Dus nog niet helemaal naar mijn zin. Want ja, als je dit al volgeplakt hebt, dan kun je er moeilijk nog een randje afknippen. Dus dat moet je van tevoren al bedenken dat het past. Oké, we gaan verder werken op dit stuk papier. Dit gaat weg. En wat gaan we doen? Wat we nodig hebben voor de waterval is, of zijn, 5 stukjes kartstok, of kart, ja, basispapier van 15 bij 11 centimeter. En je doet een ril op de eerste centimeter, op de 1 centimeter, sorry. Dan wordt hij dus 15 bij 10. En dat 5 keer. Wat ik doe altijd bij een waterval is, ik gebruik een pons om zeg maar de hoekjes zeg maar een beetje om te, ja, dat dat een beetje rondloopt. Oké, dus dat gaan jullie doen. Dan zetten jullie maar het filmpje even stop en dan ga ik even verder. Deze vouwen die ga ik er pas in doen. Kijk ook hier weer naar van, wil ik donker naar boven, als je met kracht werkt. Hè? Ja, ik blijf het zeggen omdat ik zelf ook vergeet dat ik met kracht aan het werk ben. En dat is inderdaad, het zal best wel zo zijn dat ik het vergeet en dat ik het niet omgedraaid, dat ik 2 kleuren heb. Maar ja. Oké. Okay. Jullie weten dat ik de waterval doe ik met dit naar achter. Dus we gaan straks weer lijnen snijden. En dan komt de tape aan de binnenkant. Jullie merken wel dat ik steeds minder samen ga doen. Omdat sommige dingen, ja, dat is gewoon. Het is gewoon hetzelfde. En dat hebben jullie al gehad. En. Weet je, en je kunt natuurlijk altijd vragen stellen op de Vreubelgarage groep. Dat is het makkelijkste voor ons. Want wij zijn met z'n vieren. En een van ons ziet altijd wel de vraag. Als je die vraag stelt op YouTube, dan is het maar net of dat. Als ik op YouTube ben, dat ik hem kan antwoorden. En ja, Kirsty die zit dan ook, die zit ook op YouTube en op Instagram. En dus wij zien het niet altijd als je wat post op YouTube. Dus een tip, als je een vraagje hebt, doe dat op de Vreubelgarage groep. Dus nou via een persoonlijk berichtje. Maar je mag hem ook gewoon zo posten. En dan krijg je sowieso wat sneller antwoord, denk ik. Weet ik bijna wel zeker. Oké, wat gaan we doen? We gaan een lijn trekken. Ik had de waterval zou zo lopen. En even op mijn spiekbriefje kijken. Na 2 centimeter, dus ik ga 2 centimeter afmeten, of meten, 2 centimeter, en hier 2 centimeter.
dat is mijn eerste lijn. Ik heb de 5. We hebben hier een flap van 1 centimeter, maar ik wil ruimte van 1,5 centimeter ertussen. Dus ik ga van dit punt ga ik naar 1,5, 3, 4,5 en dan 6. Ja, 6. Dus dan heb ik 5 lijnen. Dus van hieruit streep ik aan 1,5, 3, 4,5 en 6. En ik verbind die lijnen weer met elkaar. Want dan weet ik, dat worden dan straks mijn snijlijnen. Druk niet te hard met je potlood, want anders krijg je het ook haast niet weggegund als dat je licht papier gebruikt. Zo'n tipjes tussendoor. Dat je denkt van, oh. Oké, dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5. En dan zou de laatste hierin komen. En dan komt hij dus tot hier naar de waterval. Ik denk prima. Oké. Dit papier is zeg maar 21 breed. Dat gaan we weer rekenen, hè? Waar ik zo ontzettend goed in ben. En dit is 15. Nou, 21 min 15 is 6, toch? Ik ga er echt wel een rekenmachine bij pakken. 21 min 16 is 5. 21 min 16 is nog steeds 5. Oké, 5 dan. Dus dat betekent dat 2,5 van de kant af, zodat hij in het midden zit. 2,5. Ik neem aan dat jullie weten hoe je moet meten. Ik heb hier een keer een workshop gegeven. Toen moest ik vertellen dat de liniaal begon bij 0. En ja, dus je gaat vanuit dat iedereen weet hoe je moet meten. Maar het blijkt dus niet zo te zijn. Oké, nou. En dan klopt hij weer niet. Ik heb niet goed gerekend, maar ik vind het prima zo. Hij zit 2,5 van daar en 2,5 van die kant. En ik ga dus hier insnijden. Het insnijden doe ik met een mesje en een liniaal. En jullie zullen merken dat je liniaal op een gegeven moment steeds smaller wordt. Doordat je vaak in het ijzer zit te snijden. Tenminste, dat gebeurt mij. Nou, het was maar een klein stukje wat ik, dus ik kan van dit punt naar dat punt kan ik doorsnijden. Zorg dat het papier niet verschuift. Alles wat wij meer snijden nu, dat is... Dat zie je straks niet, dat valt gewoon dicht, dus dat je hem aan de achterkant vastlijmt. Maar ik heb altijd wel wat meer ruimte nodig om zeg maar die flap er doorheen te doen. Dus ik vind het fijner dat ik wat meer ruimte heb. Ja, ik snap ook wel waarom. Dan wordt het nog goed. En de laatste.
Oké, ik heb alles weggegumd. Dat kun je beter doen voordat je daarna, als deze bladeren erop zitten. Want dan, dan kom je er gewoon wat moeilijker bij. Oké, ik had hier al dubbelzijdig plakband. De eerste is bepalend voor hoe de rest gaat lopen. Dus die is zeg maar het belangrijkste, dat je die goed plakt. Okay. Dat die goed rust op die ril die je gezet hebt. Ik vind het toch ietsjes naar deze kant op hebben. Dus de eerste is het belangrijkste. Oké, dan hou je hem vast. Haal het dubbelzijdig tape eraf. Hier heb je geen lijm bij nodig. Want plakken is hier plakken. Oké, dan sla je dit stuk naar achteren. Want dan kan die wappen. Deze gaat ertussen. Als je hier goed in die rul zit, je pakt hem hier ongeveer hetzelfde als die erboven zit. Oké, je draait hem dan een keer om terwijl je hem vasthoudt. En dan kun je hem hier uitlijnen op die andere. Dat deze twee lijnen gelijk lopen. Want je kunt ze nog schuiven. Want we hebben genoeg ruimte met mijn rekenkunsten om te schuiven. Ik vind het alleen een beetje raar dat deze omhoog staat. Het kan zijn dat deze iets meer omhoog moet. Dat is nog scheef. Toch scheef. Ik ga deze zo meteen even overnieuw doen. Dan ga ik even met de andere aan de gang. Even kijken of die ook scheef is. Het kan aan mij liggen, maar. Dan draai ik hem om. Ze zijn allemaal zo. Allemaal een afwijking. Dan zal het wel aan mij liggen. Oké, nou, je lijnt hem uit aan beide kanten. Dan hou je hem vast, draait hem om en maak het dubbelzijdig tape. Die haal je eraf. En plakt hem op. Je draait hem weer om. En je drukt dit naar achteren toe. Dit stukje. Want zo kun je niet flapperen. Dus dit moet naar achteren. En straks als je hem vastgelijmd hebt, dan gaat dat niet meer lukken. Dus dit is hem. En dan gaat nummer 3 erin. Kijk of ik hem hier al een beetje recht kan krijgen. En of dat dan ook klopt als ik hem omdraai. Ja. Goed vasthouden. Weer helemaal omdraaien. Oké. Komt deze. Hierop geschreven hebben, dat maakt niet zoveel uit, dat komt op het designpapier of heen. Oké. Okay. Is die recht?
omdraaien, uitlijnen. Moet je die vasthouden. Zo, deze weer terugdrukken. Deze lijn. Die klappert zie je. Kijk, deze heb ik nog niet teruggedrukt, dus je ziet dat die gaat bobbelen. Ik ga toch deze proberen. En je zult zien dat hij gewoon niet op de tweede plek wilde, maar hij wilde gewoon op de laatste plek. En dat hij wel recht is. Ja. Oké. Ik hou hem vast. Dan ga ik even kijken. Kijk, nou is hij wel recht. Hij wilde gewoon niet op de tweede plek. Omdraaien. Oeps, nu schoft hij. Even overnieuw kijken. Ja. Weet je, en af en toe is het inderdaad scheef. Ik ben van nature ben ik heel erg perfectionistisch. Woeps. Kijk, het is helemaal niet meer geschuurd. Precies, daar heb ik niks meer van. Maar ja, dus af en toe moet je dat gewoon even loslaten. En de woorden, het is handwerk en dat mag je ook best wel zien. Dat is nou eenmaal waar. En ik vond het in het begin heel erg moeilijk, want dan moest het allemaal perfect recht. En, ja, ik laat dat los. Of probeer dat los te laten. Oké, nou, ik heb hier de bandjes die hier overheen komen. Ik zal het even zien. Dat zijn die twee. Die, daarvan is de ene. 5 bij 18 centimeter en ik ril hem op 2 centimeter zodat hij achter goed vast zit omdat het toch aangetrokken wordt. Dus ik heb hier 2 centimeter ruimte om hem vast te plakken. En daarna en daarbij doe ik de hoek aan de buitenkant doe ik dan over afronden. En dan heb je aan de andere kant een stuk van 5 bij 17. Je ziet wel dat dat deze op de kop gaat. 5 bij 17, waarvan 2 centimeter ril. Dus dan hou je eigenlijk 5 bij 15 over. Dat kan ik wel uitrekenen. En dus die lange, dus die 5 bij 18, die zat rechts. En deze zat links. Maar in principe maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Die moeten we eerst bevestigen omdat we de magneet, zeg maar, of de magneetjes, die moeten we als eerste doen voordat we het designpapier erop doen. Oké. Nou, deze gaan we ook met dubbelzijdig tape doen. Als ik weet waar die ligt. Nou zeg. Waarschijnlijk zien jullie hem wel liggen. Nee, ik dus niet. Hebben jullie ook wel eens zo'n dag dat alles op de grond valt? Dan zeggen we hier wel eens van, we gaan gewoon verder op de grond. Want het is echt zo'n bukdag. Op een gegeven moment heb ik van heel lang maar liggen, dat doe ik in één keer weer straks. Dus in die rail, op die 2 centimeter, doen we dubbelzijdig tape. En kijk hier ook, zelfs bij die bandjes, of je de donkere kant of de lichte kant boven wil. Het is net of ik je nu hoor van, oh ja.
Oké, ik wil hem hier ongeveer in het midden. Dus ik ga dit uitmeten. Zover dat lukt. En ik zit hier op 20,5 hier. En dat is 10. En een beetje. Op deze doe ik dat ook. Dit is 5. Dit is 2,5. Even kijken. Dan moet ik hem hier doen. Ja, hier. 2,5. Dit is die grote, die van 18 centimeter. En die ga ik hier, hier plaatsen. En door middel van dat lijntje heb ik hem ongeveer. Okay. Maar dit is in principe, is dit recht? Dus dan moet je ervan uitgaan dat dat recht is. Dus deze kan. Oh, nou schuift die. Die rulrand die moet er gewoon goed in. En plakken. Oké. Nou, bij deze heb je dus geen andere keus. Dus wat ga ik doen? Ik ga dit. Losmaken. En ik ga daar lijm op doen. Dan kan ik nog even een beetje schuiven als die er niet goed voor zit. Oké, ik denk dat die ongeveer hier zit. Dus nou kan ik nog een beetje schuiven. Zodat ik op dezelfde lijn zit als die andere. Het geeft me geen 5 minuten, geeft dat, hè? Het geeft hem een paar seconden de tijd om hem recht te leggen. Ja, en nu ben ik tevreden en nu kan hij dicht. Nou, hij zit wel op de kop, maar maakt niet zoveel uit. Oké, magneetjes. Moet ik even nieuwe pakken. Momentje. Oké. De magneetjes. Ik heb hier altijd magneetjes bij de hand. Ik doe ze in een apart bakje. Die ik af kan sluiten. Omdat anders die magneetjes alle kanten op gaan. En overal aan vast blijven plakken. Oké. Even kijken hoe ik deze heb dichtgemaakt. Ik heb deze inderdaad boven, dus dan heb ik de magneetjes hier. Ik gebruik hier 2 voor. Je kan het misschien ook met 1 doen als je sterke, hele sterke magneetjes hebt. Maar ik ben altijd bang dat het loslaat en ik gebruik toch al veel magneetjes. En het duurt altijd zo lang voordat die magneetjes binnen zijn. Ik weet niet of je daar ook last van hebt. Dus we bestellen ze per een paar honderd tegelijk. Want ze kunnen niet meer zonder magneetjes. Oké, ik laat hem weer even vallen. Mensen met een magnetisch mat, zoals ik deze hier heb, die zullen merken dat af en toe dat je gewoon finaal mis. Dat hij finaal mis is als je hem laat vallen. En dat hij dan op je magneetmat zit vastgeplakt. Oké. Dan leg je alles plat neer en dan gaat deze dus naar de overkant. En plakken is plakken. Dus leg hem er recht op. Zodat je magneetjes er ook recht op zitten. Oké. Dat vastplakken dat doe ik omdat het anders de kans bestaat dat hij gaat verschuiven. Oké. Dit is hem.
Oké, wat we nu moeten doen is het, het designen met designpapier. Het designpapier, kijk of ik ergens een maat opgeschreven heb. Dat heb ik dus niet. Dus ik ga het hierop doen. Het designpapier van de waterval is 14,5 maal 9,5. En dan pas je erin. En ik heb hier bij de waterval zelf heb ik natuurlijk alle hoekjes eraf gehaald. En het is wel handig als je dit inderdaad doet, als hier ook al de hoekjes vanaf zijn. Dus ik heb dat bij hier heb ik dat al gedaan. Ik wilde deze voorop. Dus ik ga er eentje dat met jullie samen doen. Dus nogmaals, 14,5 bij 9,5. Het staat wel onderaan op het lijstje, maar ik kan me voorstellen dat je... Nou zie ik natuurlijk niet. Kijk, en dat heb ik altijd met hoekjes. Dan is deze, dit is dan al in één keer zo'n rare hoek. Maar waarschijnlijk wil ik dan te snel. En kijk, dit is een beetje een normale hoek. Hoekjes moet. Wil ik weer te snel en dan... ja, dan komt er zo'n misvormd hoekje komt er dan uit. Oké, deze plakken we op. Nou, dat is helemaal aan jezelf wat je, welke kleuren je daar op plakt. Wat ik wel doe is aan de achterzijde vind ik het zonde om mijn designpapier daarvoor te gebruiken. Dus daar gaat dat groene gaat daar weer op. En als je dat smoetst, dan ziet dat er ook heel fijn uit. Oké, nou veel succes met plakken. Ik ga ook plakken. En tot zo. Nou, ik wil jullie toch nog even mijn voorraad hoekjespons laten zien. Nou, ik heb deze allemaal en het werkt allemaal niet. Het ligt er niet aan mij, maar het ligt aan de hoekjespons. Tenminste, dat blijf ik voor mezelf volhouden. En mijn hoekjes zijn af en toe nog niet helemaal rond. Wilde ik even delen. Oké, dan gaan we nu naar de laatste echte pagina. En dat is deze, met dat elastiek. Hij ziet er ingewikkelder uit dan hij is. Maar het is wel een kwestie van heel goed meten. En de boksen doen wij daarna, zeg maar. Oké, wat je nodig hebt is aan lint. 2 x 35 centimeter lang. Dit is niet goed. En 22 van een stuk van 22 centimeter 4 keer. Dus 2 van 35 en 4 van 22. En ik werk met elastisch lint. Elastisch lint is daar gewoon, die moet je daarvoor gebruiken, want anders kun je er niks onder schuiven. Ik zal het even laten zien. Kijk, er moet hier wel een rek in zitten. Dus je gebruikt daar inderdaad elastisch band voor. Dit wordt verkocht als zijnde BH-bandjes. En ja, dus daar kun je naar vragen. En dan weten ze wat je bedoelt. Dit zijn dus eigenlijk BH-bandjes. Maar die kun je ook gewoon per meter kopen. Dus je hebt ongeveer 1,60 meter heb je nodig. En oké. Als het goed is, heb je een stuk bewaard voor die eerste pagina. Bij mij is dat deze roze geworden. En dan ga ik bepalen, wat is de voorkant? Dit is voor mij de voorkant. Dus de ribbeltjes gaan die kant op. Oké, we gaan eerst even aanstrepen waar, of aan mijn stoel goed zetten.
even bepalen wat het midden is. Wat het midden is van dit blad. Oké, dus... En dat is bij iedereen verschillend. Dit papiertje moet wel goed passen op je kartstok. Of op je basis. Want op het moment dat je deze gaat met lint gaat bewerken, kun je er niks meer afhalen. Dus dan steek je blad uit. Dat is niet mooi. Dus meet het goed af dat je een randje houdt aan alle kanten. En dat dit goed past. Oké, we gaan het midden bepalen. Waar zijn we bezig? Ik ben er een ster in om van de hak in de tak te gaan. Nou, ik verdeel hem zo dat ik hem ongeveer 10 heb. En hier ook. Dus ik haal mijn liniaal ietsje schuin. En ik bepaal daardoor het midden. Wat ik nodig heb is deze streep. Oké, dan ga ik hier weer 10. Weer een beetje in het midden zetten. Want, zeg maar, voor mij is het 20-2 ga ik een beetje zitten, dan heb ik hier, als ik dan hier 10 ga zitten, dan zit ik niet op midden. Kijk maar, 20-2, wat helemaal heeft hij zo'n afwijking. Dit is niet goed wat ik gemeten heb. Zo doe ik het, dat is toch 4, dus dat is 10-2. Ik kan er niks anders van maken. 2. Ik pak er even een andere liniaal bij. Kijk, deze heb je ook, deze liniaal. En als dit papier recht is, zo moet hij. En hij leunt hier tegenaan, dan moet dit recht zijn. Klopt toch? En deze lijn klopt ook. Oké, daar gaat hij dan. Ik ga hem hier kruisen. Het lint, het eerste gat wat je gaat maken, dat is dus op deze plek. Dat moet dan het midden van het blad zijn. Ik weet niet waarom ik zo twijfel. Toch nog een keer meten. 10-2. 10-2, het is toch goed. En hier gaat mijn eerste splitpen doorheen. Dus ik ga daar met mijn prikker, maak ik daar een gat al los in. Oké. Dan draai je hem met een kwartslag naar je toe. En dan ga je dit opmeten. Dat is bij mij 29. En dan is dit wel goed. En dan gaat het om het stuk van die punt naar het midden toe. Dit is je houvast. Middenpunt. Oké, okay, dus dit is 14-7, dus dan wordt het 7... 7
3. Ja, want hij zit op de 6. 7, 3. Oké, het makkelijkste is om dan dit op te schuiven naar die punt toe. En dan van hieruit weer 7, 3 te nemen. Maar dat is afhankelijk van hoe groot je papier is. Hè? Sommige die zitten gewoon netjes op de 21 nog steeds. En sommige zoals ik, die dus niet. Oké, aan deze kant. Dus ik moet hier 4 puntjes hebben op iedere hoek. En ik ga de 0 daarop zetten. Ga in het midden toe. En dan zet ik hem hier ook op 7-3. En hier doe ik het zelfde. Dat kan bij jou 7-2 zijn of 7-4. En dit zijn dan de 4 puntjes waar ook een splitpen doorheen gaan. Dus die doorboor ik ook. Gun ik de rest weg. Dat heb ik verder niet meer nodig. En dan pak ik het lange stuk, dus het stuk van 35. En die gaat overdwars. Even kijken. Ik had het mooie stuk. Kijk wat de voor- of de achterkant is. Je hebt een voor- en een achterkant, hè, hiervan. Die leg ik hier overheen. En het andere stuk van 35 leg ik hier overheen. Hij gaat straks, gaan we hem ook vouwen over die punt heen. We pakken de splitpen. We pakken dit voorzichtig op. Even kijken of ik een beetje gelijk heb. Okay, we pakken hem op en wat je doet is je prikt deze splitpen, probeer de pootjes goed bij elkaar, die ga je hier dwars doorheen steken, door alle twee de lintjes zijn. En als het goed is moet dat normaal lukt dat altijd wel. Dan ben ik weer de kluts kwijt natuurlijk. Dus je legt dit op elkaar. En dan gaat de splitspen. Dit is natuurlijk weer voor mij weer een gevulling met die handen van mij. Dus ik ga het even buiten beeld doen. Oké, ik heb hem zover. Ik heb hem er doorheen. Ik heb eerst met een prikpen heb ik er een gat in gemaakt. En toen de splitpen er pas doorheen gehaald. Je ziet dat ik een bling bling splitpen heb. Dus je hebt ze in verschillende soorten. Je hebt ze, ja, het is gewoon wat je zelf thuis nog hebt liggen. Of misschien zeg je van, ik ga op zoek naar. Ik weet ook niet waar ik deze vandaan heb hoor. Oké, aan de achterkant maken we hem dus van de pootjes van elkaar. Hier. En je maakt hem weer zo plat mogelijk. Oké, je kunt hem nog op zo'n manier nog platter maken. Oké, dat is de eerste. Oké. Dan pak je een stuk van 22. En die van 22, die gaat van het midden hier. Oh, sorry hoor, dat heb je zeker al uitgeroomd. Van het midden hier naar daar. Dus hier. Zo, zo gaat hij. Dus je gaat zeg maar voor, de, voor het middenlijntje ga je er al af, zeg maar.
Okay. Dan gaat hier. Waar zit het gat? Al hier. Dan moet ik dus dit gat aanhouden. Hier. Kijk, omdat het elastiek is, dan kun je hem een beetje aantrekken. Ga dat op je buitenbeeld doen. Sorry hoor. Oké, ik heb de splitpennen heb ik er doorheen. Dit elastiek was wat dikker dan het elastiek wat ik de vorige keer gebruikt heb. Dus het ging wat moeizamer. Maar wat ik ontdekt heb is dat je eerst door de ene moet gaan. En daarna deze recht trekken. Of tenminste glad trekken, zodat je daarna die onderste in één keer er doorheen kan krijgen. Dus niet proberen hem gelijk door twee keer te prikken, want dat deed ik en dat ging niet zo goed. Oké, wat we gaan doen is we gaan deze vastplakken. Dus we pakken vast een stuk tape. En dan gaat deze, die rechte, die lange, die gaan over de punten heen. Dus je mag er best wel een beetje aan trekken. En dan zet je hem vast hier achter. En zo. Ik ga hem straks nog beter vastzetten. Nu gaat het eventjes omdat er zoveel linten door elkaar heen lopen, ja, kan het zijn dat je een beetje de kluts kwijtraakt. Dus ik ga het even zo doen. Dus ik ga hem om de punt heen en dan plak ik hem hier vast. Kijk, als je die hoeken gedaan hebt, dan heb je wat meer overzicht. Ook weer een stuk tape. Ik heb, je ziet dat ik heb ruim lint genomen qua lengte. Maar ik heb liever dat ik het iets te lang heb dan dat ik iets te kort kom. Oké, je ziet al dat er wat meer figuur in komt. Of patroon. En dan gaan we het aan de achterkant bekijken wat we allemaal vast kunnen zetten. Nou, dan heb je vier van die kleintjes. Hè. De hoeken, dat lijkt me duidelijk. Dat zijn die lange stroken. Nou gaat deze, ik heb hier een puntje bij de 10, of ben daar een puntje bij de 10. Die gaan naar voor langs. Dus deze gaat bij het puntje, gaat hij er voor langs en dan doe ik hem naar achteren. En dan plak ik hem vast. Deze gaat hier voorlangs. Trek het elastiek eroverheen. Zet hem hier vast. Oké. Draai hem een slag. Pak maar weer een stuk dubbelzijdig tape. Trek het een beetje strak, of strakker, niet helemaal hard aantrekken, want anders heb je kans dat hij kapot trekt, of tenminste dat hij loskomt. En plakken dit, kijk, als je het maar met beleid doet.
deze gaat... hier tegenover staan. Dan gaat hij naar achteren. En dan kruist hij aan de achterkant, zie je. Nou, nog twee. Voorlangs. Voorlangs. Achter zet ik hem vast. Deze. We gaan ook voorlangs. Kruist die aan de achterkant. Oké. Voorlangs. En vast. Als je wat wegschuift vanaf het midden, is het niet zo erg. En hier wijkt hij ook, zie je dat? Maar ik zou hem niet overlappen. Maar ja, als je dat wel mooi vindt, dan kun je dat doen. Oké, dit is hem dan. Nou, als ik dan aan de achterkant kijk, dan is het best wel een zooitje, om zo maar te zeggen. Nou, wat ik ga doen, is ik ga hier dit vasttapen. Vasttapen. Dus ik ga het zo plat mogelijk maken allemaal. En ook op die... Die splitpennen. Even een stukje tape op. Dat die nergens naartoe kan. Dan ga ik even naar dit stuk. Het is vooral waar die zich kruist. Die wil ik vastzetten. Een stukje los. Hier onderdoor. Deze vastzetten. Dus hoe beter je hem hier vastzet, uiteraard, hoe steviger die wordt. Deze wil ik ook vastzetten, maar dan moet ik deze tape er eerst even afhalen. Maar ik wil dat de tape er wel op zit, blijft zitten. Dan kan ik hier wat makkelijker bij. En dan kan ik hem overdwars nemen. Deze is alles niet aan elkaar vastplakt. Het blijft voor mij een uitdaging dat gefrimmel met die kleine stukjes. Maar ja, ik probeer het gewoon toch te doen. En jullie zitten daar natuurlijk niet op te wachten om het gepruts van mij te bekijken. Dat is nou eenmaal met mijn handen zo. Onbedekt. Oké.
Oké. Hier zag ik nog een splitpennetje. Wat niet verdikt is. Oké, dan ziet het er aan de voorzijde zo uit. Het is op zich netjes. Oké. Nou moet hij in het boek geplakt worden. Maar ik voel hem denk ik wel aankomen. Ik ga dat natuurlijk allemaal doen. Met zoveel mogelijk dubbelzijdig tape en lijm. Ik ga dit eerst even losmaken. Al die kleine stukjes. Ik doe het even buiten beeld en dan ben ik zo weer terug. Oké, ik heb al die kleine stukjes heb ik eraf gehaald. En toen alles nog een keer met dubbelzijdig plakband ben ik rond geweest. En dan kan die vastgeplakt worden. Oké, overal wat extra lijm. En dan moet ik hem erin plakken. Mooi zo. Hier. Dus heb ik een wat groter randje. Misschien heb ik het ook niet verkeerd omgeplakt. Maar dit is hem dan. Dit is zeg maar waar je tekst in onder kunt stoppen. Foto's tussen kunt stoppen. En dan hoef ik alleen nog dit te doen. Oké. We komen er wel. Oké, nu gaan we naar het laatste gedeelte van het album Precious Memories. En dat zijn de boxjes op de zijkanten. Deze. Dit doosje hier. Met portemonneetje. Oké. We beginnen met het maken van het doosje, van de houder waar het doosje in komt. En dan heb je een stuk nodig van 19,5 bij 10. En dan ril je hem op 1 en 2 centimeter van die kant. En aan de onderkant 1 en 2 centimeter, dat je hem daar rilt. En denk erom, je hebt twee boxjes. Dus, en die wijst dan naar binnen toe en die wijst naar binnen toe. Deze is goed voor hier, maar voor deze moet je hem aan de andere kant rillen. Logisch? Oké. Je mag daar eventueel wat zwaarder kartstok voor gebruiken. Dus in plaats van 60 of 160, dat je daar zeg maar 200 of 240 voor gebruikt, dat die wat steviger is. Dat is dit toevallig ook. Oké, als je hem dus als je hem dan gerild hebt aan beide zijden, dan knip je hierin. En hier knip je in. Dit stuk gaat eraf. En dit onderstuk gaat eraf. Oké. Nou moet hij ook nog schuin aflopen. Dat doen we zo. We halen hier vanaf de rillijn
teken je 2 centimeter af. En vanaf die rillijn ook 2 centimeter. Okay. En deze lijn die je dan krijgt, dus van punt naar punt, die snij je weg. Het is makkelijker om dat nu weg te snijden, voordat je, want als je met een doosje er al van gemaakt hebt en je moet hem dan wegsnijden, dan is het allemaal wat moeilijker. Dan moet ik de zijkantjes zo even dit wegrennen, want dat ga je anders zien. Dan is het vouwen. Met je vouwbeen. Het is eigenlijk een doosje, dus vandaar dat je een opstaande rand hebt. En dit gaat zo meteen naar binnen toe. Nou, neem je een klein beetje lijm. Dus je maakt er een doosje van. Okay. Je neemt wat sterke lijm. En je plakt dit puntje hier aan elkaar vast. Dus je weer even vast moeten houden, totdat hij opgedroogd is. En dan een stukje even een design papiertje. Kijk, ik heb dan deze ervoor. En dat is een stuk van, wat is dit? Deze erg groot. Kijk, wat is dit deze? Die is groot. Wat is dit? Dit briefje. Even kijken of het klopt met mijn reken. Nou is hij wel droog. Dan kan die erop. Hier is het natuurlijk veel te groot. Dit is goed. En dit is te groot. Dan ga ik even een stuk af. Dan ga ik het even voor u opmeten. Ik denk dat er in mijn snijmachine ook een nieuw mesje in moet. Dan kom ik op een afmeting van 16 bij 7,5. Dus dit wordt 16 maal 7,5. 16 maal 7,5. Nou, deze gaat hier op. Maar hier moet ik natuurlijk ook 2 centimeter afhalen. En hier ook. Of die hoekje moet ik eruit afhalen. Dus ik ga hier aftekenen 2 centimeter. Je kunt hem ook designen op het moment dat je hem opgeplakt hebt hoor. Maar ik vind het op dit moment even zo even makkelijk. En dan 2 centimeter van die kant af. Want dan krijg je die schuine lijn. Dan kun je deze smoetsen. Plakken. Dus je weet dat je aan de twee kanten, dus dat je een tegenovergesteld maakt. Dus dat je de rillijnen aan de
ja, de ene keer aan de linkerkant hebt en de andere keer aan de rechterkant. De onderzijde blijft uiteraard hetzelfde. Oké. Hier doe je dubbelzijdig tape op. Om te knippen. En pak je boek. Komt hij er zo in. Hier haal ik het dubbelzijdig tape af. Even die randjes weer naar binnen vouwen als er wat uitsteekt. Ik gebruik voor de zekerheid toch wat lijm. Als ik toch moet schuiven. Ik vind het makkelijkste als dat ik het naar me toe draai. En dan, maar ik zet hem dus op het designpapier. Daar lijn ik hem uit. Dan komt die zo. Dit heb ik zo gedaan, want dan heb je de ruimte. Je hebt de ruimte om deze eventueel weg te laten. En dan en dit wat hoger te maken. De ruimte is door dit kastje heb ik nu opgevuld. Maar het kan zijn dat je zoveel foto's hebt dat het middelste gedeelte hoger wordt. En als je dan deze eruit haalt of deze eruit laat, dan kun je die ruimte gebruiken voor het middelste gedeelte. Nou, deze had ik al klaar. Ja, dus dit was zeg maar de opzet ervan. Ik hield hier te veel ruimte over, dus vandaar dat ik die boxjes daar gedaan heb. Oké, dan is het enige is nog dat we die portemonneetjes maken. Je neemt een stuk van 9 x 10. 17 x 19. Dus 17 x 19 centimeter. En ik wil de donkere kant, tenminste ik werk nog steeds met kraft. Dus ik wil de donkere kant naar buiten. Dus ik draai hem om en ik rul hem hier. 9. Dan heb ik zeg maar hier het boekje al. Je kunt ook van ook dit van steviger papier maken. Maar dat is helemaal aan jezelf. Oké, dus dit is mijn boekje. Zo. Oké. Nou heb ik hier tussen, wil ik zeg maar dat hij hier dicht is. En dat doe ik door middel van een stuk van 8 centimeter. Dus hij is 8 centimeter. En we snijden hem toch af, dus dan maakt dat niet zoveel uit. En ik ril dat stukje om de 1 centimeter. Dus 1, 2, 3. En dan moet ik hem omdraaien. Want verder gaat hij niet rechterkant naar rechts. 4. 5. En bij 6 snij ik hem af. Oké, ik heb er 2 nodig, dus die ga ik 2 maken. Dus die van die 8 centimeter heb ik weer een stukje nodig voor de andere kant. 1. 2,
3. Vier. Vijf. En bij 6 snij ik hem op. Mijn lesje begint aardig vol te worden volgens mij. Oké, dan heb ik dus 2 van die flapperde flaps. Dan ga ik een harmonica vouwen, dus om en om. En ik wil de bruine kant wil ik naar buiten. Dus dan, als je het verkeerd doet, dan kom je daar vanzelf wel achter als dat je hem op wil plakken. Oké, dit is hij dan als dit klaar is. En, ik heb de lintjes, ik had dit eigenlijk zo bedacht, maar op een of andere reden, ik denk dat het door de rand is van het, boxje, die daar tegenaan komt, dat hij daarom niet... helemaal naar beneden kan. Op deze manier wel. Ik weet het niet. Oké, ik heb hier nog ergens gezien. Ja, deze hadden wij nog los. Ik weet niet of jij hem nog los hebt. Maar daar kun je dan zelf de flapjes aanmaken. Denk ik. Dan ga ik dat ook doen. Tenminste, als je papier over hebt. Als je geen papier over hebt, dan houd het op. En dit was... kunnen jullie zelf... Dat vastplakken. Voor de rest is, is de basis helemaal klaar. Dit ook. Het is leuk als dat je dat zelf gaat pimpen. Die tags die erin komen. En uiteraard ga ik mijn gepimpte versie ga ik er nog op zetten. Als ik klaar ben. Maar deze workshop is bijvoorbeeld dit. Voor het basisgedeelte is die klaar. En ik kan niet wachten tot ik jullie versies zie op de groep. Nou, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En heb je nog suggesties voor een ander boek, dan hoor ik dat wel. En bedankt in ieder geval voor de aandacht. Doei doei!